Welkom en bij, hoe sluit ik mijn computer af? Terwijl de Windows zich afsluit en de PC nog door blijft draaien, gaan we nu even uitvinden hoe we dat mogelijk met Windows 10 toch kunnen voorkomen dat en Windows afsluit en je eigen PC afsluit, zodat die niet blijft draaien. Nou, wat we gaan doen, we gaan als eerste naar ons configuratiescherm en bij energiebeheer gaan we naar het gedrag van de aan- en uitknoppen bepalen. Daar klikken we op. Dan klikken wij op de instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. Dan vinken wij de snel opstarten inschakelen uit. En gaan we klikken op wijzigen opslaan. Als je dan je computer afsluit, dan moet het werken. En dan sluit je PC volledig af. Nou, bedankt voor het kijken en like mijn idee als je het leuk vindt.